Het Fonds voor Kleine en Middelgrote Ondernemingen, KMO-fonds, wordt geherstructureerd. Dit fonds is in 2017 ingesteld door het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme. Vanaf de oprichting konden slechts ondernemers uit de agrarische sector, de productiesector en de ICT-branche in aanmerking komen voor een lening. Volgens Donegay Malone, voorzitter van het fonds, zal nu elke ondernemer die een aanvraag doet in aanmerking kunnen komen voor een lening. De Surinaamse Postspaarbank is de beheerder van het fonds. Ik denk het KMO-fonds is opgericht eigenlijk om ondernemers, de kleine en middelgrote ondernemers, te voorzien in eigenlijk een financiering tegen een zachte rente. Dat is eigenlijk de oorspronkelijke gedachtegang. Het KMO-fonds was eigenlijk gebaseerd op prioriteitsgebieden. We hebben gezegd, we gaan de prioriteitsgebieden even weghalen. Bij het herstructureren gaan we kijken naar elke ondernemer die een aanvraag heeft. We moeten ook kijken, er zijn nog afspraken lopen, gaan we een plafond hanteren. Waarbij we zeggen, van, kom je naar de unit toe, naar de bank toe, de begeleiding is binnen een bepaald plafond. Want u weet, er zijn ook grote ondernemers, maar die zijn eigenlijk al voorzien. Want die grote ondernemer die heeft eigenlijk ook al gewoon een onderpand, die heeft al zijn bankzaken lopen. Dus die weet al eigenlijk zijn weg te vinden. Maar het gaat meer om die kleine ondernemers die later gaan groeien naar grote ondernemers. Die willen we nu kijken hoe kunnen we ze het best helpen naar een financieringsaanvraag. Omdat wij sterk geloven dat wanneer die kleine ondernemer een duw in de rug heeft gegeven door die begeleiding, door die lening die ze hebben genomen, de rente die is afgesproken en je volgt het traject dat ze doorlopen, dan kunnen we na x aantal jaren zeker niet meer praten van een kleine ondernemer, van een ondernemer die is gegroeid naar een groep, van een kleine ondernemer die gegroeid is naar een grote ondernemer. Dus dat houdt eigenlijk de herstructurering van het fonds in. Tot zover Donegay Malone, voorzitter van het KMO-fonds. Dat is opgericht om het ondernemerschap te stimuleren. Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme heeft gemeend om elke ondernemer de gelegenheid te geven in aanmerking te komen voor een financiering vanuit het fonds.